I'm the realest one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Zo, leuk dat jullie kijken. Wat heet je naam hier? Ja, is het zo? Goed, ja, dat was even mijn vriendin, die was eventjes aan het vertellen van hoe of wat. Goed, natuurlijk, leuk begin van de vlog. Ik ben samen met, jawel, je ziet hem weer. Ja, weet je. Jawel, de wereldrecordhouder van, nou, vertel het zelf even. Nou, de individuele marathon voedselbereiding. Ja, en wij zijn onderweg naar... Radio M Utrecht. M Utrecht. En daar gaan we het hebben over onder andere het wereldrecord. Ja. Maar ook over Guinness Book Records. Ja, dat klopt. Want daar gaan we voor. Uitgever van de Nederlandse uitgave, die is ook aanwezig. En we gaan met elkaar op de tafel. Ja, ik weet ook helemaal schat. Ja. Ja, vriendin hè, kun je niks aan doen. Ja. Komt gewoon tussendoor. Dat zijn vrouwen hè. Altijd die vrouwen, je ziet, maar vrouwen komen overal tussendoor. Ja. Niet ten nadeel van jullie natuurlijk hoor, vrouwen die kijken. Nee, goed, maar goed, wij zijn onderweg naar de studio van Radio M Utrecht. Dat is eigenlijk voor de mensen in Arnhem, het Omroep Gelderland, maar dan van Utrecht. Van de provincie Utrecht, ja. Goed, wij zijn onderweg en we nemen jullie mee. Ik zou zeggen, blijf gezellig kijken. En nee, we gaan dit keer geen vervelende achterdeuntjes erom te zetten. Nee. Nou, inmiddels lopen wij in de straat van het mediacentrum. Want zo noemen ze het pand. Ja. Ja, nee, dit is hem. En ik loop natuurlijk lekker gezellig naar Piet. Ja, lekker knusselig. Heel zo gezellig. Zo gezellig. Ja. Maar goed, dan moeten we even kijken waar we natuurlijk naar binnen moeten. Want ja. Daar is het. En ik denk dat wij 100 meter naar voren moeten. Goed, wij zijn bij de hoofdingang van het mediacentrum van RTV Radio M Utrecht. En we gaan ons even melden bij de portier. Goed, inmiddels zijn wij tweeën ingecheckt en we gaan eerst lunchen. Ja. We gaan lunchen. Wij gaan lunchen natuurlijk bij RTV Utrecht en ik zal zeggen, ja, kijk gewoon gezellig mee, ook in de studio. Of alle vragen komen aan bod. Ook de uitgever is erbij van het boek van het Guinness Book of Records. Ja. Dus dat wordt een en al gezelligheid. Een groot feest. Een groot feest. En wij nemen jullie mee met ons feest. Koffie, ja. Goed, inmiddels zitten Piet en ik te lunchen op de kosten van Radio RTV Utrecht. En ik heb genomen een frikandelletje, kipnuggetje, natuurlijk een salade, een bakje koffie en natuurlijk een broodje gezond. En natuurlijk ook nog wat sausen erbij, benodigdheden. Goed, in ieder geval, wij gaan even lunchen en we zien jullie later. Goed, inmiddels zijn we in de studio bij RTV Utrecht. En hier is Piet, zoals wat jullie natuurlijk al weten, dat is natuurlijk een Guinness Book World recordhouder. En aan de andere kant van Piet zit Joris. En Joris is namelijk de uitgifter van het boek van de Guinness Book World Records. Maar dat horen jullie natuurlijk nog steeds. Daar horen jullie nog meer over. De merkkleding. De politie schat de waarde van de gevonden partijkleding op €200.000. In een bestelbus en in een bedrijfspand werd de kleding gevonden. Gedupeerde bedrijven zoals Dolce & Gabbana die hebben aangifte gedaan. En de twist. Het is 10:10 en u luistert naar het programma Aan Tafel. De zwaarste chocoladetruffel ter wereld heeft een cijfer. Het verschijnt in 100 of meer landen zelfs. In 21 talen. Dus je kan echt wel zeggen dat dit iets is wat elk jaar een terugkerend fenomeen is. Ja. Ik denk aan Guinness bier uit Ierland, dat donkere bier. Komt het daar vandaan? Eigenlijk? Daar komt het oorspronkelijk vandaan. En als ik een korte historische schets mag geven. In de jaren 50 was er een soort... Was er een meneer Beaver en die was dan eigenlijk de directeur van Guinness Breweries, de brouwerij Guinness. En die mensen die gingen jagen en op een van die jachtpartijtjes vroeg hij zich af, wat is nou het snelst vliegende gevleugelde wild met zijn jachtgenoten. En dat is trouwens een middelste zaagbeek of een eilerend, die vliegt.
vliegen allebei 104 km per uur. Maar daar is het idee ontstaan. Daar is het idee ontstaan om dat boekje met feiten en statistieken te gaan maken. Dat ik van mezelf weet dat ik het kan. Dat ik dingen kan uitschakelen om door te kunnen gaan. En ik zeg altijd, als je zoiets doet, dan moet je knettergek zijn en ook stront eigenwijs. Want anders red je het niet. En dat ben je toch? Echt wel. Ja, helemaal. Ja, nee, echt. Is dat iets Spakenburgs eigenlijk? Nou, misschien wel, misschien wel, misschien niet. Maar het is eigenlijk door vorig jaar gekomen. Vorig jaar, moet ik het goed uitleggen, de vriend van mijn ex-schoonmoeder, die was een radiopresentator. Bij een internetradiostation. En die wilde toen het record van Giel Beelen gaan verbreken. Dat was vorig jaar. Ja. Dat heb ik toen bij mij in het winkelcentrum gehaald. En toen zei ik met een gekke kop, nou, dan kom ik met een paar dagen vis roken. Toen ben ik met Guinness Book in de slag gegaan om proberen het vis roken erin te krijgen. Maar dat wilden ze niet hebben. Waarom niet? Omdat het volgens hun geen vaardigheid zou zijn. En het is niet te meten. Maar wie zijn ze dan? Zijn dat een paar hoofd? Maar op het moment dat jij een wereldrecord op je naam staat, dan ben je officially amazing. Maar ben je anders gaan voelen? Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is het, als ik nog even mag, ja, kijken wat het is. Zij noemen zich Global Authority on Record Breaking. Dus een soort wereldautoriteit, het breken van records. Wat zit daar nou achter? Ik denk dat elk mens wil zich onderscheiden van de massa en wil ergens bijzonder in zijn. Ik kan koken van iedereen op de hele wereld. En dan moet je het gaan uitleggen. En, maar net wat je zei, ja, ik had er ook een goed doel aan gekoppeld. Ja? Van de Nederlandse Stichting voor Cystic Fibrose. Dat is de stichting die zich inzet voor mensen met taaislijmziekte. En waarom wil je dat specifiek dat doen? Omdat het een onbekend doel is. Ik wou het niet gaan doen voor Kika of voor de bekende goede doelen, zeg maar. Ik pak liever een minder bekend doel. Omdat we een beetje meer in de picture te krijgen. Ja, dat snap ik. Het is een vrolijk boek. Is dat misschien wel de tendens van dat hele kennisboek? Dat het gewoon iets uitstraalt waar je eigenlijk blij van wordt? Of wat je verbazen kan? Nou, het verbaast je. En het laat je. Als je dit boek. Iedereen die dit boek doorleest, die vindt records die voor hem of haar tot de verbeelding spreken. Ja. En dat heeft iets heel positiefs, wat Piet ook zegt. Het is een heel positieve sfeer. Komt uit het boek en het zet mensen aan tot het, ja, tot het bezig zijn met hun passie en ook ja, tot kijken of ze ergens de beste in kunnen worden. Jij bent uitgever, zou je zelf niet in willen staan eigenlijk? Dankjewel, bedankt. Vond het superleuk. En nou, veel plezier met het boek, hè? Ja, gaat zeker leuk. Tot ziens. Goed, dat was natuurlijk het gedeelte van de Guinness Book of Records. En ja, ik zit nog steeds naast de wereldrecordhouder natuurlijk van het wereldrecord voedselvoorbereiding. Marathon voedselvoorbereiding, moet ik dat niet zeggen. Nou, je zegt het nog verkeerd, maar het maakt niet uit. Zeg het nog verkeerd. Zeg jij het is goed dan? Het is individuele marathon voedselbereiding. Over 600 meter. Goed natuurlijk. En ja, we hebben natuurlijk net kennis gemaakt met het uitgever van de boek van Guinness World Records. Ja. Hij doet al, wat je zei, 5 jaar lang al. Hè? 5 jaar lang. Ja. Hij brengt al 5 jaar lang het boek uit. En goed, wij zijn op weg weer naar huis toe en ja, natuurlijk abonneer op dit kanaal, doe het duimpje omhoog en laat in de reactie even weten of jij ook een marathon hebt gedaan. Kun je natuurlijk ook in de poll doen hierboven in het icoontje. Laat even weten of ga jij een marathon doen of ga jij een wereldrecord doen. Laat het even weten. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.